Als sportcommissaris ben je eigenlijk bezig met de reglementen toe te passen. Je kijkt vanaf begin tot het eind van het evenement of het allemaal conform de regels gaat. En als iemand het er niet mee eens is, dan kunnen zij een protest indienen. Die ga je behandelen. Je gaat iedereen horen die te maken heeft met dat protest. En daarna geef je een oordeel. En ja, soms zijn ze het daar mee eens, soms zijn ze het daar niet mee eens. Maar ja, we passen eigenlijk de regels toe die zijn vastgesteld door de KNAF. Wanneer de dag geslaagd is, ja, voor mij is hij eigenlijk altijd wel geslaagd. Als het leuk verloopt, sportief verloopt. Kijk, het mooiste is natuurlijk als er gewoon helemaal eigenlijk op het gebied van conflicten eigenlijk niks gebeurt. Dat betekent dat iedereen een leuke dag heeft gehad. Iedereen zich aan de reglementen heeft gehouden. En dat het een mooie wedstrijd is geweest. Je bent er voor het geval dat. En je houdt toezicht op en je kijkt en je neemt alles in je op. Maar in feite zou je eigenlijk een hele saaie dag moeten hebben. Dat is eigenlijk het beste geslaagd.